Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 9 november. Leef in vrede met alle mensen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 12, vers 18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Een belangrijke les die ik geleerd heb, is om te buigen, zodat ik niet breek. De Bijbel zegt bereid te willen zijn om jezelf aan te passen aan mensen en dingen, en zo mogelijk, voor zover het van jou afhangt, te leven in vrede met alle mensen. Romeinen 12, vers 16 en 18. Voordat ik het woord van God een prioriteit in mijn leven maakte en besloot om een gehoorzaam leven te leiden, moest ik altijd mijn zin krijgen. Ik kon mij niet aanpassen. Ik wilde dat iedereen zich aan mij aanpaste. Natuurlijk resulteerde dit in veel strijd en stress. Ik heb nu geleerd te buigen. Het is niet altijd gemakkelijk voor mijn natuur om toe te geven en de dingen anders te doen dan ik van plan was. Maar het is makkelijker dan boos of ellendig te zijn. Als je vrede in je relaties wilt, dan moet je bereid zijn flexibel te willen zijn. Steeds je eigen zin doordrijven zal de mensen om je heen kwetsen en beledigen. Maar als je Paulus zijn aanmoediging om in vrede met alle mensen te leven ter harte neemt, zal de Heilige Geest jouw relaties vervullen met zijn vreugde en vrede. Laten we samen bidden. Heilige Geest, help mij te buigen, zodat ik niet breek. Ik wil uw vrede in mijn relaties. Dus ik kies er vandaag voor om flexibel te zijn. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.